Muziek is balsem voor de ziel. Dat orgel moet gewoon gaan klinken. Huisarts Erik Wiebinga vaccineert zijn patiënten vanuit de Octaafkerk in Hoorn. En omdat mensen na de vaccinatie een kwartier ter observatie moeten blijven, leek het hem leuk om muziek te organiseren. Aan het begin van de ochtend klinkt er een orgel en later een strijkkwartet. Wij hebben gisteren ook al een hele dag gedraaid en we hadden een hele goede opkomst. Ja, ja. Maar ik zou niet durven zeggen dat dat aan de muziek ligt. Sterker nog, bij sommige mensen werkt de muziek juist averechts. Het wordt een lang kwartiertje, denk ik. U vindt het niks? Nee, echt niet. Mijn ervaring is dat mensen over het algemeen met orgelmuziek andere associaties hebben. Nou, ik vind meer begrafenismuziek en net of je laatste prik hebt gehad. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wel onrustig word van het kerkorgel. Dus ik ben heel blij dat ik dat niet heel lang heb meegemaakt en dat het toen overging in violen en cello. Wat had u liever voor muziek gehoord? Gewoon normale muziek. Ja, wat is normaal? Ja, zet 538 dan. Dat is vrolijker. De muzieksmaak van de huisarts valt dus niet bij iedereen in de smaak. Maar het vaccineren gaat ondanks alle commotie goed in Hoorn. Hier zitten godzijdank veel nuchtere West-Friese en Horinezen die zich er niks van aantrekken en gewoon verstandig dat vaccin komen halen.